We zijn aangekomen bij onze laatste deel van de e-learning, e-learning 3. Nou, wat gaan we nu behandelen in deze film? Dat is vooral het terugkleuren naar de balayage. Dus je hebt een klant met blond haar of met een grijze uitgroei en het moet geverfd worden. Dan heb ik daarvoor een hele mooie techniek in de volgende e-learning. Maar wat ook niet geheel onbelangrijk is, is een stukje kleurtheorie. Want ik denk dat we het allemaal wel in de salon hebben meegemaakt. Als je gaat verven, als je die donkere aanzet weer gaat maken die doorloopt in die balayage met een lichte punt, daar op het stuk waar de blondering de verf aanraakt, daar heb je altijd een warm stukje. En dat zal je dan ook weer anders moeten gaan tonen wanneer je de lengtepunten blond wil houden. Dus een klein stukje theorie, daar beginnen we mee, want dat is heel erg belangrijk. En dan vervolgens gaan we naar de kleurtechniek. Nou, ik heb hier het eindresultaat heb ik al naast me staan. Nu zien jullie dat de lengtepunten bij mij wat donkerder zijn ingekleurd, maar halverwege de film kan je precies zien hoe dat ik de kleurtechniek doe. En dan is het aan jezelf of je de lengtepunten op een lichtere kleur doet tonen of op een donkere kleur doet tonen. Maar ik wilde ook het verhaaltje van het voorpigmenteren wilde ik ook nog in deze film meenemen. Vandaar dat ik iets donkerder ben gegaan met mijn lengtepunten. Maar geniet weer van deze e-learning en nou ja, wie weet volgen er nog meer. Maar voor nu, veel kijkplezier! Wanneer we teruggaan naar een balayage en de klant komt in de salon en ze heeft helemaal blond haar geverfd of ze heeft een grijze uitgroei of iets dergelijks, dan kunnen we niet met onze staartjes gaan werken. En plus komt dan het voorpigmenteerverhaal komt dan heel sterk naar voren. Want heel eerlijk, stel je voor, deze klant die gaat naar het kruidvat en die wil haar zelf, wil ze in deze coronatijd, wil ze bruin verven en ze gooit er een mooi pakje bruin op, want de dame op het pakje heeft zo'n mooie kleur. Dan weten we allemaal dat die dame toch met de handen in het haar zit, want het wordt groen. We hebben namelijk te maken met een voorpigmenteerverhaal. Dus ik neem jullie een klein stukje mee in de theorie. Dit is de theorie van KISS. Maar zoals ik al aangaf, jullie kunnen allemaal met je eigen merk werken en dit zijn gewoon standaard basisregels. Dat geldt voor elk merk, dat is bij iedereen zo. Wat we dus gaan doen is het stukje wat nu gehighlight is tot de aanzet, dat gaan we weer terug opnieuw inkleuren. Maar dat moeten we ook gaan voorpigmenteren. Zou ik heel het haar gaan voorpigmenteren, dan stop ik weer pigmenten in de lengtepunten. En dat is niet altijd wat je wil als de punt gewoon mooi blond moet blijven. Dus we hebben verschillende manieren waarop we dat kunnen gaan doen. Maar wat we nu willen is het aanzetje verven. Daarin moeten we gaan voorpigmenteren, want we willen niet dat het groen wordt. En dan later zitten we ook nog met een stukje tonen, maar dat komt verderop in het filmpje. Nou, als we dan gewoon eerst naar de primaire kleuren gaan kijken. Die moet gewoon iedereen moet die gewoon kennen. De primaire kleuren zijn natuurlijk rood, geel en blauw. Als we dan gaan kijken naar de secundaire kleuren, de kleuren die opgebouwd zijn uit de primaire kleuren. Nou, als we dan geel met rood gaan mengen, dan krijgen we natuurlijk oranje. Gaan we rood met blauw mengen, dan krijgen we violet. En wanneer we geel met blauw mengen, krijgen we groen. Het volgende, het complementair kleuren, dat is ontzettend belangrijk met het voorpigmenteren en met het tonen van het haar zo dadelijk verderop in het filmpje. Wat jullie dus allemaal moeten weten, en dat is gewoon de standaardregel bij elke firma, dat groen en rood, die staan tegenover elkaar. Dus die heffen elkaar op. En dat geldt ook voor oranje en blauw. Die staan ook tegenover elkaar en die heffen ook elkaar op. Nou, de laatste, die kent denk ik iedereen wel. Het geel staat tegenover violet. Dus wanneer we geel haar hebben en we wassen met een zilver shampoo of violet shampoo, dan wordt die mooi neutraal wit, omdat de kleuren elkaar mooi opheffen. Dit zijn toch wel dingetjes die je mee moet gaan nemen als de klant bij je in de stoel zit, dat je denkt van waar heb ik mee te maken, waar wil ik naartoe. En dan heb je heel makkelijk je kleurencirkel om op die manier makkelijk je kleur te bepalen die erop moet. Dit schematje zou dus bij elke kapper in zijn chemiehoek moeten hangen. Ik kijk hier ook nog, wanneer de kapsalon open is, dagelijks op welke kleuren ik nou precies moet kiezen. Nou, als we nu gaan kijken, op welke kleurhoogte zitten mijn highlights? Die zitten op een kleurhoogte 9 met een beige tint. Waar wil ik heen? Ik wil naar een kleurhoogte
4. Daar wil ik ze op inkleuren, want ik wil echt dat hele mooie diepe aanzet wil ik geven. Nou, als we dan gaan kijken, ik doe mijn dollar even een beetje opzij, op een kleurhoogte 9 van een kleurhoogte 4. Als ik daar een gewone bruine tint op zet, dan zou het kunnen zijn dat die wat groener doorslaat, omdat ik mijn rood en koperpigment, dat mis ik. Dus ik ga naar de 9, nou, daar zit goud, maar als ik kijk naar een kleurhoogte 4, het meeste wat ik dan toch wel mis, is het rood en koper. Wanneer een klant helemaal terug wil naar één egale kleur, dan is het heel makkelijk. Dan hebben we bij Kiss hebben we onze Glam Wash, dat is een kleurshampoo. Dan doen we oranje en rood met elkaar mengen. Of we pakken alleen de rood, want die is dan toch wel dominerend. Dan wassen we het mee aan de wastafel. We laten hem 2 minuten inwerken en we kunnen er overheen verven. Maar wat gebeurt er met mijn lengtepunten als ik het nu op die manier zou volpigmenteren? Dan zouden deze helemaal volzuigen met rood pigment en met koperpigment. En stel je voor met je balayage, je wil mooi blond blijven. Dus dat kan niet. Dus wat moet ik gaan doen wanneer ik de aanzet ga verven, hè, dat ik die diepte erbij inbreng die we altijd bij een balayage zien. Dan ga ik naar een kleurhoogte 4, naar een middenbruin. Ik pak daar een natuurtint van. Maar dan voeg ik daar op een kleurhoogte 5 een kleur met koper en een kleur met rood. Voeg ik eraan toe in mijn papje, zodat mijn complementaire kleuren, dat ik die al in mijn verfbakje meeneem, zodat ik gewoon een mooi neutraal eindresultaat overhoud. Zou ik dat niet doen, dan is het dus het kans dat die groen wordt en dat willen we niet. Wat we dan ook veel zien in de salon, en daarom blijf ik nog even bij dit schemaatje staan, als we dan de aanzet geverfd hebben en we gaan er met blondeer gaan we er tegenaan werken, dan heb je altijd dat stukje waar de blondeer je verf raakt, daar is die altijd warmer. Daar is die altijd wat meer een vleugje oranje, zeg maar, een vleugje koper. Dan zal je dus met 2 verschillende tones moeten gaan werken om hem mooi koel te krijgen. Dan gebruik je dus een toner voor dat warme stukje en je gebruikt een toner voor je lengtepunten. Nou, dan is het met dit schemaatje is het weer heel erg makkelijk. Want vaak zit dan toch wel, hè, op een kleurhoogte 8. Daar zit wel vaak kleurhoogte 8, kleurhoogte 7. Dat middenstukje dat die verf met die blondeer elkaar raken. Nou, dan ga je dus kijken. Dan hebben we dus geel en oranje pigment. Wat we dan sterk zien op dat tussenstukje. Dan kijken we naar de neutraliserende basis. En dan zie je dat je hier violet blauw nodig hebt. Die complementaire kleuren die ik net jullie in het begin liet zien. Dan heb ik een kleur nodig met violet blauw om dit te neutraliseren. Om dat kwijt te raken. Veel kappers doen er dan 1 toner overheen. Maar die blijven met zo'n warm tussenstukje zitten. Dus je moet echt kijken van waar is het nog warmer. En daar maak je dan speciaal je toner voor klaar. Dus dan zou dat bijvoorbeeld voor dat warme stukje een kleur kunnen zijn waar violet en blauw in zit. Maar misschien voor de lengtepunten, als daar geen warmte zit, dan heb je juist alleen maar weer een violet nodig om hem wat koeler te krijgen. Het is maar net wat voor eindresultaat je klant wil behalen. Nou, waar ik nu mee begin is eerst mijn donkere aanzet inzetten met mijn balayage. En daartegenaan gaan we gelijk met de blondeer werken, hè, dat we ook te maken krijgen met zo'n tussenstukje. Dus ik neem jullie mee en dan gaan we eerst het recept klaarmaken. Ik ga voor de aanzet nu de verf klaarmaken en normaal gesproken breng ik dat niet zo in beeld. Maar omdat we natuurlijk nu met dat voorpigmenteerverhaal zitten, wil ik er toch even wat extra aandacht aan schenken. Nou, hier zien jullie mijn kleurenkaart liggen. Jullie mogen dus met je eigen kleur, mag je dus gewoon kleuren. Maar ik leg het wel even uit. Nou, dit is een vrij compacte kleurenkaart, want dit zijn de Safe Shades van Royal Kiss. En die zijn PPD vrij, dus die zijn voor klanten met een allergie. Maar wat ik ga doen. Ik wil dus die 4N wil ik op de aanzet hebben. Maar zou ik niet gaan voorpigmenteren, dan wordt het groen. Ik kan dus niet van tevoren helemaal voorpigmenteren, omdat die lengtepunten nog wat lichter blijven. Dus ik ga
5KB en 5RM ga ik eraan toevoegen. Want dan voeg ik in mijn papje, voeg ik wat koper en wat roodtint, voeg ik eraan toe. En dat zorgt ervoor dat hij niet doorslaat. Nou, normaal gesproken voor een klant maak je niet zoveel kleur klaar. Maar ik maak nu van mijn 4N maak ik wel 60 gram klaar. Want we gaan meer kleuren dan alleen de aanzet. En een dolhead slurpt altijd wat meer kleur op. Dus 60 gram pak ik van de 4N. Zo, bijna. Ja, 60 gram. Hup. Nou, dan voeg ik daar mijn 5KB voeg ik daar aan toe. Want dat is dat koperpigmentje wat die blondtint mist. Wat ik jullie net in het eerder filmpje liet zien. Maar ik wil natuurlijk niet dat hij de overhand heeft. Ik wil niet met een koperrode kleur eindigen. Dus ik voeg 2 gram voeg ik aan mijn papje toe. Zodat ik echt nog wel zeker weet dat mijn 4N de overhand heb. Nou, dat geldt ook voor mijn 5RM. Dit is dan rood mahonie. Maar zouden jullie bijvoorbeeld in je assortiment een 5R hebben, kan je die ook pakken. Of ook op de 4 hoogte. Maar bij mij gaat het nu alleen maar om de pigmentjes die ik even toevoeg. Dus ook daar 2 gram van toevoegen. Nou, en dan heb ik meerdere kleuren heb ik in mijn bakje zitten. En nou, ik denk dat dit ook wel voor elke firma geldt. Eerst even de kleuren goed roeren met elkaar. Dat alle pigmentjes mooi met elkaar kunnen vermengen. Zo. Kijk, dan weet ik zeker dat alle pigmenten mooi met elkaar gemixt zijn. En dan voeg ik daar DMI voeg ik daar aan toe. Dat is 1,9%. Want ik heb nu niet te maken met een grijsdekking. Ik hoef het alleen maar in te kleuren en dat gaat prima met 1,9%. Hoe lager de percentage, hoe beter de kleur ook blijft zitten. Maar mocht je nu een klant hebben met een grijze uitgroei, dan kleuren wij bij KISS met 3% kleuren wij de aanzet in. Misschien voor jouw firma is het dan met 6%. Dat is per merk is dat ook weer verschillend. Nou, ik heb een gelijk deel van mijn DMI eraan toegevoegd. Dus ik heb nu 64 gram kleur en 64 gram DMI. Nou, goed mengen met elkaar. En dan tegelijkertijd maak ik ook de blondering klaar. Want we gaan namelijk die balayage gaan we recht tegen de verf gaan we aanzetten. Want ik werk ook gewoon in de salon en tijd is geld. Dus ik wil met zo kort mogelijke techniek, wil ik zo mooi mogelijk eindresultaat wil ik behalen. Dus die maak ik ook klaar. Zo. Nou, net zoals in de eerdere filmpjes. Ik gebruik de Snow White. En die maak ik 1 op 2, maak ik die klaar. Nou, ik ga nu blonderen met 6%, want we hebben natuurlijk al te maken met geblondeerde punten die erin zitten. Even kijken. Ja, ik heb 40 cc nu van mijn Snow White. Ik maak hem 1 op 2, maak ik hem klaar. Dus er gaat nog 80 gaat erbij in. Kijk, ik ben wat voorzichtiger met mijn waterstof. Omdat sommige delen van mijn lengtepunten, die zijn natuurlijk al geblondeerd. Nou, ik heb even geen mixertje over. Dan roer ik hem met mijn kwastje. Maar jullie zien al, mijn volgend kwastje ligt al klaar. De kwast waar ik mee geroerd heb, die gooi ik weer in de wasbak. Want daar wil ik niet mee kleuren, want daar zouden misschien nog klontjes in kunnen zitten. Zo. Zorg dat in alle hoekjes het poeder echt allemaal goed is gemixt. Niet dat je op het einde met een droger blondeerpoeder zit. Want dat kan weer effect geven op je kleurresultaat. Oké, dus ik heb nu mijn 2 formules heb ik klaar. Mijn kwastje gooi ik weg. En dan vanuit hier gaan we de techniek opzetten. Het eerste wat we gaan doen is een klein stukje van de aanzet met de 4N gaan we inkleuren. Nou, let erop op je dolhead dat die niet te vuil wordt. Probeer zo voorzichtig mogelijk te werken en anders gewoon vaseline op het voorhoofd aanbrengen wanneer je daar je denkt dat je toch wat verf op de voorhoofd kan krijgen. Oké, ik ga dit doen met de 4-vlaksafdeling.
En of nu je klant grijs is of net zoals bij mij zo blond, dan blijft deze handeling, die blijft hetzelfde. Ik kan niet met staartjes gaan werken, want zou ik met staartjes gaan werken en ik zou bijvoorbeeld eerst verven en ik zou dan mijn elastiekjes plaatsen, dan drukt dat elastiekje, die drukt de verf daar onder het elastiekje weg en dan zou ik allemaal markeringen zou ik dan krijgen. Dus ik trek het haar eerst naar achteren en eerst gewoon voorzichtig dat contourlijntje inzetten. En probeer te werken met niet een te harde lijn. Dus dat je hem echt een beetje laat uitwazen, dat je niet zo'n katrechte lijn krijgt. Want zo dadelijk zal heel mooi die balayage in gaan vloeien. Het donkere met het blonde. Dat het mooi allemaal met elkaar blendt. Want ook nu wil ik weer geen spots zien en ik wil geen harde lijnen zien. Nou, ik hoef mij ook niet druk te maken om het door te laten slaan. Omdat ik natuurlijk mijn oranje en mijn rood pigmenten in mijn papje erbij heb zitten. Nou, ik ga nu eventjes zo door in mijn vier vlaksafdeling. Ik begin met een middenscheiding. Nou, voor degene die allemaal lang in het vak zitten, die weten echt wel hoe dat ik hem nu in ga zetten. Maar ik moet eerlijk bekennen, mijn dochter is net begonnen met het kappersvak. En die doet de trainingen ook gewoon netjes mee. Dus die is ook aan het knippen en aan het kleuren. Dus ook voor degene die net gestart zijn met de kappersopleiding, nou, die kunnen ook prima hier aan meedoen. Ga niet verder als een centimeter inzetten. He, want ik moet zo dadelijk nog ruimte hebben, ook bovenop, voor mijn balayage. Dus ook onderin de nek werk gewoon 1 centimeter in. Of zet gewoon 1 centimeter in. En dan de rest vanuit daar gaan we straks mooi invullen. Nou, ik heb ondertussen al 3 vlakken heb ik ingezet. Dit voorste laat ik nog even aan jullie zien. Ik zal even draaien. Ik neem dus hele smalle passeetjes. Neem ik op en die zet ik aan beide kanten in. Ik zet mijn kwastje dicht aan de aanzet en dan wipper ik hem al omhoog. Allemaal maar om ervoor te zorgen dat ik niet zo'n hele harde lijn erin krijg. Wat ook heel belangrijk is bij deze techniek, is dat je handschoenen schoon blijven. Want zou ik verf van mijn handschoen hebben en ik zou elke keer mijn passé overpakken, dan breng ik al verf aan in de punten, ja, en dat geeft je vlekken. Nou kijk, hier zie ik ook alweer een haartje, een vlekje maken. Nou ja, ik heb wel mijn color wipe heb ik erbij, dat ik er wel voor zorg dat het allemaal schoon en netjes blijft, want dat is mooier voor het eindresultaat. Zo. Maar kleine passeetjes pakken, drukken en een beetje uit laten wazen. En dan op deze manier zet ik mijn laatste vlak in. Als ik dit vlak heb ingezet, dan ga ik dan daartegen aan gelijk mijn balayage werken. Maar ik wil jullie zeggen, je hebt ongeveer in gedachten waar die staartjes hebben gezeten. Wat voor effect dat gaf tijdens je balayage. Die hebben we natuurlijk in e-learning 1 hebben we die behandeld. Die moet je nu proberen visueel terug te halen in je gedachten. En dan op die manier zo dadelijk ook weer je balayage in gaan zetten. Maar om het allemaal mooi met elkaar over te laten blenden, heb ik daar een mooi trucje voor. Want ik wil het allemaal natuurlijk zo snel en zo mooi mogelijk. Maar daar kom ik zo op terug. Nou, ik maak dit vlak maak ik nog even af. Voor jullie nu het moment om hem op pauze te zetten. Maak je kleur klaar. Denk me om het voorpigmenteren dat je je koper en je roodpigment net eventjes wat extra eraan toevoegt. En dan vanuit daar kunnen jullie de aanzet in gaan zetten. En dan lopen we gelijk op en dan kunnen we door naar de balayage. Wat belangrijk is bij het terugbrengen naar een balayage, is dat de kleur mooi met elkaar blendt. Dus je verfkleur en je geblondeerde kleur. Maar ook vooral dat je er weer diepte in brengt. Want doordat je gedeeltes donkerder maakt, zijn de lichtere gedeeltes, die poppen er weer uit. En daardoor krijg je weer heel mooi dat balayagegevoel waar we weer heen willen. Nou, ik begin bij het voorste vlak. Ik neem een
heel smal passeetje. Dat is wel belangrijk. Niet te grof werken, want ik ga namelijk met een plank werken met tandjes. Oh, nou mis ik een klemmetje. Nou, zo blijft het ook liggen. Je moet ook voorzichtig zijn met klemmen voor als de verf aankomt. Dus ik laat het wel zo liggen. De passé die je gaat kleuren, zorg je ten alle tijde voor dat die is doorgekamd. Dus hij is helemaal glad. En dan gebruik ik zo'n plank met van die tandjes. Dus het is eigenlijk een lange spatel of een collerboard met tandjes. Want die tandjes die zorgen ervoor dat het met elkaar gaat blenden. Nou, ik zet hem erin. De tandjes die laat ik naar voren komen. En dan kan ik nu ook weer heel makkelijk mijn collerboard kan ik gebruiken of mijn spatel om mijn kleur erin te duwen. Want dat is nu wel belangrijk, want ik kan namelijk niet de passé omflippen. Vandaar dat je ook met smalle passeetjes moet werken. Nou, dan hou je optisch in gedachten van wat wil je donker, wat wil je licht. Maar alle donkere en lichte lijnen zijn verschillend per vlak bij mij. Dus ik heb nu ongeveer 2/3 van mijn passé heb ik donker gemaakt. En dan 1/3 maak ik blond. In de realiteit, zo dadelijk, zullen jullie zien dat het donkere wat verder naar beneden gaat. Dus je moet altijd in gedachten houden dat je je blonde wat hoger plaatst. Want zo dadelijk trek je dat donkere, dan trek je ermee door. Nou, ook nu weer goed erin duwen die kleur. En dan ook weer een beetje zo, geen harde lijn, laat hem uitwazen. En dan komt het. Het enige wat ik dan hoef te doen is mijn plankje er doorheen te trekken. Nou, wat ik dan doe is een folietje eronder om het gezicht te beschermen van de klant. Nou ja, die wegen niks, dus dat werkt ideaal. En ik doe er ook weer een transparante folie bovenop. Nou is hier mijn donkere gedeelte is vrij laag. Alleen het puntje zal dan wat licht zijn, maar dat geeft weer die diepte. Nou, mijn volgende passé, de rest van het haar druk ik weer weg. Ik zorg dat mijn passé doorgekamd is. Ik zet mijn plankje erin. Oh ja, ik weet niet of jullie het al zagen, maar ik werk met twee plankjes. Maar je kan het ook met één plankje, hoor. Maar je zal ze zo dadelijk wel even bij de tandjes schoon moeten maken. Nou, hier ga ik 1/3 van het haar ga ik donker maken. Want ik wil echt wel dat hier wat meer het blonde uitspringt. Dus 1/3 zet ik in met mijn 4N. Met een klein beetje koper en rood pigment erbij. Hè, om te zorgen dat mijn kleur niet doorslaat. Nou, dan de rest van het haar zet ik helemaal in met mijn blondeer. Eerst veel op de punten. Daar goed erin drukken. Hè, want als je hem goed erin drukt, krijg je ook een extra verheldering. Daar waar de scheiding zit, kijk, dan is die al wat meer een lijn. Dan laat ik hem een beetje zo diffused in elkaar, laat ik hem overlopen. En dan ook nu weer trek ik hem langzaam, nou, zorg dat de folie op zijn plek blijft zitten, trek ik hem er langzaam doorheen. Dan zie je dat het bruine al wel wat lager komt, want daar trek je ermee doorheen. Dus dat zal je altijd in gedachten moeten houden. Nou, dan ook daar weer zet je een folietje, plak je er voorzichtig op en dan ga je door met je volgende passé. Maar blijf fijn werken, dat is het mooiste. Want als ik te dikke passés neem, dan heb je dus kans dat ik vlekken krijg en dat wil ik niet. Nou, dan laat ik jullie nu even mijn collerboard zien. Kijk, en dan zie je hier bij je tandjes, zie je dat? Even kijken of goed in beeld. Dan zie je daar net een dotje met kleur zitten. Nou, het enige wat ik doe is even zo, hup, met mijn handdoekje er langs gaan. En ik zorg wel dat mijn tandjes, dat die schoon zijn. Nou, ik til mijn passé weer op. Hier wil ik weer wat diepte in gaan creëren. Zo. Dus ik ga tot de helft van mijn passé. Ga ik met mijn donkere kleur. De andere helft zet ik weer met mijn Snow White in. Kijk, eerst gewoon goed die punten inzetten. Beetje door laten blenden. Zo. En dan hoef ik nu hier geen folie meer op te vallen, want deze die kan er gewoon heel mooi
opvallen. En dan kan je ook zien, de punten blijven mooi licht. Maar ik zie totaal geen harde lijn. Hij is gewoon heel mooi zacht gediffused. De volgende wil ik echt weer wel ophelderend hebben. Oh, en hier, dat zien jullie nu. Ik vergeet een folietje daar te leggen. Dus op elke passé die je hebt gedaan, daar leg je gewoon een folie bovenop en die druk je een beetje aan de aanzet. Daar hoef je niet te drukken. Dan gaat mijn plankje gaat er weer onder. Ik druk mijn tandjes, druk ik er doorheen en die trek ik naar me toe. De passé is mooi uitgekamd en dan doe ik zomaar net een klein aanzetje. Zet ik nu in met mijn natuurkleur. En dan weer veel nu op de lengtepunten. En hiermee krijg je een heel mooi dieptekleurspel in het haar, wat we dus ook altijd bij die balayage zien. Maar zo dadelijk als ik aan de bovenkant kom, dan laat ik zien dat je echt rekening mee moet houden hoe dat je eindigt. Nou, wil je een goede verheldering hebben aan de punten, dan zet je hem goed in. Dik inzetten. Nou, dan is het nu een kwestie, kijk, mijn plankje trek ik naar beneden. En doordat mijn passé gewoon mooi uitgekamd is, is dat heel soepel te doen. Je legt er dan weer een folie, leg je er dan weer bovenop. Zo. En dan laat je rustig de kleur zijn werk doen. Dan ga je weer door naar de volgende. Zoals je kan zien, ik kam hem eerst door. Pak weer mijn plankje erbij. Nou, ik zorg ervoor net eventjes, kijk, dat mijn tandjes, dat die schoon zijn. Dus ik ga er net zo maar eventjes met mijn handdoek kraken langs. Ik til hem op. En naarmate ik naar boven ga, wil ik wel een sterkere verheldering hebben. Dus dan zal ik niet zo heel ver meer gaan met mijn natuurkleur. Dus ik pak hem nu nog zo ongeveer op 1/3. He, want ik wil nog wel dat er schaduw in zit bovenin. Dat het niet alleen maar een highlight lijkt met een uitgroei. Dan de rest zet ik weer in met mijn blondeer. Ik zorg dat mijn lijn een beetje diffused overloopt. En dat doe ik altijd met een verticale kwast. Nooit horizontaal. Kijk, wanneer ik echt dik die punten in wil zetten, dan zet ik hem horizontaal. Dan druk ik hem erin. Maar zodra ik een zachtere lijn wil creëren, laat ik hem overlopen. En dan is het nu een kwestie van je plankje naar beneden trekken, rustig de kleuren met elkaar laten blenden. Oh, folie erop plakken. Gewoon rustig erop leggen. Die transparante folie weegt niks, dus dat is ook prima te doen. De volgende. Nou, daar wil ik dan echt wel een goede verheldering wil ik daarin hebben. Zorg dan mijn plankje dat mijn tandjes schoon zijn. Ik plaats hem eronder. En nu gebruik ik geen natuurtint. Alleen maar dat eerste centimetertje wat ik heb ingezet. Daarnet met die vier vlaks kleuring, met die aanzetinkleuring. Deze wil ik zoveel mogelijk blond hebben. Kijk, en dan is het gewoon een kwestie van zachtjes doortrekken. En dan lopen de kleuren heel mooi in elkaar over en ik hou echt nog wel een mooie blonde tint hou ik over. Nou, zo werk ik mijn weg door naar boven. Maar ik hou er wel altijd rekening mee hoe dat de klant het precies draagt. Of zij een middenscheiding heeft of zij een zijscheiding heeft. Want in die scheiding wil ik hem zelf persoonlijk wel een klein stukje donker hebben en de rest helemaal verhelderd. Maar de creativiteit dat is aan jullie zelf, hè? Want willen jullie juist bovenop echt wel wat lager met donker werken? Prima, is goed te doen. Maar dit is gewoon een hele mooie techniek om te gebruiken wanneer je de kleuren wil laten blenden en wanneer je terug wilt naar een balayage. En ook wanneer je klant grijs haar heeft, kan je het ook op deze manier prima doen. Want met een elastiekje werken is dan echt niet te doen. Want daar waar je elastiekje zit, die drukt dan het verf weg op het haar. Maar als jullie nou eens goed kijken,
Stel je voor dat ik het zo in de salon zou doen en ik zou het zo laten. Dan zie je hier toch nog wel een harde overgang. En kijk nou eens wanneer ik de planken doortrek, wat er gebeurt met mijn overgang. Hier. Die wordt heel zacht. Dan zie ik allemaal die dikke lijnen, die zie ik niet meer. En dat is een balayage, dames en heren. Dat een kleur heel mooi overloopt. Dat er geen dikke lijnen in zitten. Dat je een zacht overloopje hebt. En het is natuurlijk aan jezelf, aan je eigen creativiteit, hoe dat je met je kleuren gaat spelen. Nou, ik werk mijn weg door tot aan de middenscheiding. Nu voor jullie, zet hem op pauze en op beide manieren de voorkant inzetten. En daarna gaan we door met de achterkant. Als je eenmaal bovenaan bent aangekomen, dan kan je ook de keus maken om diagonaal te gaan werken. Dus dat laat ik even zien. Kijk, ik wil vooraan in het gezicht, wil ik wel zoveel mogelijk blond wil ik behouden. Dus ik zet mijn plankje zet ik er weer onder. Daar. Kijk, en dan ga ik met mijn donkere kleur, ga ik hem een beetje zo diagonaal, ga ik hem inschetsen. Zorg wel dat er genoeg kleur zit. Kijk, en dan hou ik aan de voorzijde. Aan de voorzijde hou ik dan dat blonde, dat hou ik over. Dat is ook nog een manier die je kan doen. Hè, want met je balayage, met staartjes, loopt die ook diagonaal achterwaarts. Goed de blondeer in de punten duwen. De lijn een beetje diffuse weg laten lopen. Maar dan ook weer naar beneden trekken. Voorzichtig. Kijk, en ik hoop dat ik het nu goed in beeld kan brengen. Dan kan je heel mooi zien dat die diagonaal wegloopt. Maar ook hierin ben je vrij om te doen wat je wil. Zolang je maar nadenkt wat dat je doet, hoe dat het eindresultaat dan komt. Nou, ik blijf nu diagonaal blijf ik een beetje doorwerken. Zo. En let erop dat je met smalle passeetjes aan het werk bent. Een veelgestelde vraag aan mij is, Natasja, wat bereken je nou hiervoor? Het is heel moeilijk om aan jullie mijn prijs te geven en dat jullie allemaal die prijs gaan hanteren. En weet je waarom? Stel je voor dat ik een salon heb in Hartje Amsterdam. Of ik heb een salon, net zoals ik nu zit, in het zuiden. Dan is mijn kostprijs natuurlijk veel anders. Midden Amsterdam zijn de prijzen veel hoger van hypotheken en huurpanden dan in het zuiden. Dus op die manier bereken je dat ook naar je klant. Je moet uitgaan van je eigen minutenprijs. Wanneer je je eigen minutenprijs weet, kan je heel makkelijk uitrekenen hoe lang dat je met een behandeling bezig bent, hoeveel product dat je nodig hebt en dat je, daar kan je dan een prijskaartje aan hangen. Dus ik hoop dat ik jullie hiermee geholpen heb, maar bereken vooral je eigen minutenprijs. Nou, ik ben bij de laatste passé, ben ik nu aangekomen. Net wat ik aangaf, ik wil wel in het diagonale een beetje door blijven werken, heb ik hieronder ook gedaan. Dus ik krijg een soort van schuin lopende lijn. Dus ik zorg ervoor, wacht, even mijn plankje schoonmaken, net even die tandjes dat daar het overtollige van af is. Kijk, en zo'n andere balayage met elastiekjes, ja die doe ik zo ontzettend vaak, die heb ik er binnen een half uur, heb ik die in de salon in zitten. Heel eerlijk, deze behandeling, daar ben ik zo'n, nou 50 minuten ben ik daarmee bezig. Dus die prijs is dan natuurlijk ook weer anders naar je klant toe. Maar wanneer deze techniek er weer helemaal in zit, dat je terug bent naar de balayage, dan hoef je volgende keer niet meer zoveel handelingen te verrichten. Oké, ik blijf in mijn diagonaal blijf ik werken. Ik hoop dat het goed in zicht is. Daar. Dus ik werk hem hoger uit naar het gezicht toe. En lager naar achteren toe. Wanneer ik dat dan heb gedaan,
trek ik hem weer mooi er doorheen. Voorzichtig trek hem naar beneden. En dan kan je zien, geen harde lijnen, een hele mooie zachte doorloop. Dus voor jullie die voorkant afmaken, ik weet niet of ik al gezegd heb of het alweer een pauzemoment is, maar wanneer jullie de voorkant erin hebben zitten, dan gaan we beginnen met de achterkant. Ik heb de achterkant afgedeeld in twee vlakken, maar ik ga wel gelijk op. Dus ik maak gelijke afdelingen in de beide vlakken. Dan zet ik hier een klemmetje erop, maar let op dat je niet je klem in de verf zet, want ik wil niet verfafdrukken hebben in mijn lengtepunten, want dat zie ik later weer terug in mijn eindresultaat. Dus ik ben voorzichtig met het plaatsen van mijn klem. Ik zet mijn dolhead even wat hoger. Kan ik het even beter zien. Nou, dan meet je met je plankje of dit in één keer gaat. Nou, dat zie je al. Even draaien. Dat gaat niet in één keer, dus ik moet hem splitsen. Daar. Dan plaats ik mijn bord plaats ik er weer in. Nou, ik wil hier veel donker hebben. Dus ik ga wat lager met mijn kleur. 1/3 hou ik over van mijn haar, van de natuurkleur. Diffuse met elkaar. En let erop wanneer je dan je plankje naar beneden trekt, dat je hem echt wel naar beneden trekt, zodat de tandjes er doorheen kunnen. Nou, ik plaats er weer een folietje achter om het te beschermen. Nou. En daar. Ik doe wel even mijn handschoenen af, want ik wil geen spots allemaal krijgen. Dan ga ik door naar de volgende. En die doe ik dan op een gelijke hoogte. Dus we gaan wel gelijk op aan beide kanten. Dus goed, je kleur erin drukken. 1/3 laat ik over. Daar komt mijn blondeer. Diffuse met elkaar. En doortrekken. Hup. En die kan ik op dezelfde folie kan ik die laten vallen. Nou, zo ga ik door naar boven. Blijf met je smalle passeetjes werken. Daar. Klip het vast in het natuurhaar, niet in de verf. Aan deze kant doe ik exact hetzelfde. Kijk, en je begrijpt als we zo dadelijk op het achterhoofd zijn aangekomen, dat ik hem misschien wel in 3 of in 4 passees moet doen, want je kan niet breder werken dan dat je plank is. Dus je zet je plankje er weer onder. Nou, nu doe ik het ongeveer tot de helft. Dus ik zorg wel dat die diepte, die schaduw, dat die erin komt. Diffuse met elkaar. En doortrekken. Oh, wat ik net vergeten ben. Hebben jullie het gezien? Ik moet er nog een folietje onder plaatsen. Nou, is dat bij deze is dat niet zo heel erg belangrijk. Dus dat zal ik bij deze volgende doen. Kijk, zodra dat je te veel verf in de tandjes hebt, dan maak je je tandjes even tussendoor schoon. Mijn blondeer. Kijk, en stel je voor dat je klant highlights aan de contourrand wil in de nekpartij. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dan zet je daar gewoon een paar folies in. Dat wanneer dat ze een paardenstaart draagt omhoog, dat ze daar highlights ziet. Maar je blijft gelijk opgaan en je zorgt dat er diepte in komt. Maar ik ga wel, naar gelang ik naar boven ga, ga ik wel iets minder van mijn donkere kleur inzetten. Zodat ik wel een mooie lichte bovenkant krijg. Dus beide kanten afdelen. Ik zal hem nu even close in beeld halen. Oh, en ik moet even terug, want ik moet nog wel mijn folietjes eronder gaan plaatsen.
want ik wil niet dat de kleuren tegen elkaar aandrukken. Daar. Af en toe check ik op de camera of ik het allemaal nog goed in beeld heb. Nope. Even mijn kammetjes schoonmaken. Ik zorg dat mijn passés goed doorgekamd zijn. Kijk, en daar gaan we weer. Plankje eronder plaatsen. Tandjes er goed doorheen laten komen. Oh. Een donkere kleur zet ik nu op 1/3. De andere 1/3 gaat in mijn blondeer. Of mijn andere 2/3. Ik laat hem wel een beetje diffuse doorlopen. Goed lekker dik indrukken in de punten. Gebruik daar ook je plankje voor. En dan langzaam trek je hem door. Andere kant ook weer hetzelfde. Kijk, en als ik straks bovenaan eindig, dan kan ik er ook weer voor gaan kiezen om diagonaal te gaan werken. Hè? Of halverwege het achterhoofd. Maar nogmaals, dit is geheel aan jullie. Weet je waar ik deze spatel trouwens ook wel eens voor gebruik? Als iemand hele fijne highlightjes wilt en ze hebt bijvoorbeeld een uitgroei van 5 centimeter. Dan maas ik hem uit, dan werk ik ook met dit plankje. En dan zet ik de eerste 5 centimeter in mijn blondeer. En dan trek ik hem ook gewoon mooi door. Puur alleen dat ik die tandjes gebruik om die diffused, zacht eindresultaat te krijgen. Nou, ik maak nou mijn tandjes even schoon. Wanneer dat je dan deze weer gedaan hebt, kan je daar weer je transparante folie op plaatsen. Kijk, en het voordeel van die folie nu is het haar om allemaal van elkaar te beschermen. En de folie is heel licht gewicht, dus die blijft echt wel plakken. Nou, dit is de manier waarop je verder omhoog werkt. Dus ik zou zeggen, neem even op je gemak de tijd ervoor. Hè, want als je nu echt flink gaat haasten, dan zou je misschien fouten kunnen gaan maken. En nou, zet hem op pauze en werk door naar de achterkant. Ik ben nu op de ronding van het achterhoofd aangekomen en dan zien jullie al dat 2 plankjes, dat zou te weinig zijn. Hou echt de breedte van je plankje aan en dat is ook de breedte van je passé. En op die manier blijf je doorgaan met je werk en je blijft nadenken daar waar je diepte wil hebben. Daar zet je je donkere kleur wat lager en daar waar je hem wat helderder wil hebben, daar zet je hem wat hoger. Maar ik blijf nu eventjes doorgaan op mijn 1/3 van het haar met in te zetten met mijn natuurtint. En dan 2/3 met mijn blondering. Kijk, en ik heb nu gekozen voor 6%. En dat heb ik heel bewust gedaan, want ik weet natuurlijk dat we al een aantal keer geblondeerd hebben op die dolhead. En we willen nog wel haar overhouden. Maar bij je klant zal je moeten kiezen wat het beste is. Hè? Wat voor soort verheldering of hoe sterk dat je de verheldering zou willen hebben. Alleen, ja, ik geef het advies. Ik zelf werk dus nooit met 12% op de hoofdhuid. Ik ben aangekomen op het smalste punt van het achterhoofd en vanuit hier kan ik het weer in tweeën gaan splitsen. Ik ga het nu ook diagonaal ga ik het inzetten. Dus mijn lichtere kleur komt wat hoger en mijn donkere kleur laat ik iets of wat diagonaal naar achteren, laat ik die weglopen. Dus ik zet mijn plankje eronder. Dan doe ik met mijn natuurtint, tik ik hem hier zo maar net aan. En aan de linkerkant laat ik hem verder uitlopen. Dat ik aan de achterkant ook
dat diagonale gevoel erin krijg. Dus ook met mijn blondeer, ik ga van laag, plaats ik hem naar hoog. Laten blenden met elkaar. En wanneer je dat dan hebt gedaan, dan de tandjes zijn werk laten doen en die zorgen voor die ultra softe blending. Je weet je folietjes erop om te beschermen. Kijk, en nu is het ook weer mooi dat je je transparante folie hebt, want dan kan je precies zien wat je gedaan hebt. Hoe dat je diagonale lijn loopt. Nou, naar boven toe, dat gaf ik er net ook al aan. Dan ga ik met steeds minder natuurtint ga ik nu wel werken, want ik wil wel een mooie, heldere bovenkant wil ik overhouden. Maar willen jullie wat lager werken met je donkere kleur? Prima, dat is helemaal aan jullie eigen creativiteit en aan je eigen invulling. Je passé eerst goed doorkammen, hè, want als je dat niet doet, dan zul je merken, dan heb je iets meer problemen om met je tandjes er doorheen te gaan. Dus hier ietsje lager met je natuurtint, niet te veel. Op het plankje drukken, smalle passeetjes pakken en nadenken hoe dat je je kleur plaatst, hoe dat het eindresultaat eruit komt te zien. En misschien denken jullie nu wel, Natas, jij doet toch altijd blonderen op vochtig haar, want dan blendt het mooier. Ja, je kan deze techniek prima op blond of op vochtig haar kan je die plaatsen. Maar ik weet nu toch 100% zeker door de tandjes van mijn spatel dat die heel mooi blendt. Dus dan zou je ook in droog haar kunnen werken. Maar vind je het fijn om in vochtig haar te werken, is deze techniek ook prima in vochtig haar te plaatsen. Wanneer je dan je passé gedaan hebt, zet je je folie erop. Zomaar net voorzichtig aandrukken aan de aanzet, niet in de lengtepunten. En zo werk je gewoon heel je weg, werk je naar boven. Dus ook aan deze kant, in het midden ga ik ietsje lager met mijn natuurtint. Tandjes goed te indrukken. Ik hou die diagonale lijn hou ik aan. Dus ik zet hem hier hoger en ik laat hem zachtjes doorlopen naar beneden. Goed doorkammen. Drukken op je plankje, echt die blondeer te indrukken. En er doorheen trekken. Folietje erop. Nu werk ik met lange folies, maar je hebt ze ook eventueel in een iets kortere maat, zijn ze verkrijgbaar. Nou, hier hoef ik niet meer te splitsen, hier kan ik door naar 1. Dus zodra dat je denkt, dit past op 1 plankje, dan ga je een stapje over op 1. Maar zorg ervoor ook weer dat je met smalle passeetjes werkt. Klein beetje donker wat ik al zei. Dat het licht en dat donker mooi met elkaar botst, dat je een beetje dat schaduweffect erin krijgt. En wat ik trouwens ook wel eens doe bij klanten, is bovenop gewoon een paar folies zetten, een paar highlights. Dat ze wel highlights tot aan de aanzet heeft. Nou, nog 2 passeetjes en dan hebben we hem erin zitten. Deze zet ik weer helemaal in de blonde.
folie erop. En dit is de laatste. Even het plankje schoonmaken. En bij de laatste doe ik de twee buitenste. Maak ik iets donkerder en aan de middelste hou ik blond. Nou, en dan vanuit hier hebben we hem er helemaal in zitten. Laat ik hem een half uurtje inwerken en spoel ik hem uit. Hij heeft nu in totaal een half uur gezeten. Nou, nu is het heel makkelijk. Ik trek de folie, trek ik er gewoon in één keer, trek ik er zo uit. Nou ja, dan vanuit hier ga ik hem helemaal uitspoelen. En dan kom ik weer bij jullie terug als hij uitgespoeld is. Maar voor jullie ook nu dit moment folie eruit halen en uitspoelen. Ik heb hem dus uitgespoeld en hierbij zien jullie het eindresultaat. Nou, als ik hem door kan, ik zal hem eventjes een beetje draaien, dan zien jullie gewoon heel mooi dat er weer die diepte in is gekomen. Dat hij mooi overloopt, dat we geen spots hebben en dat we echt weer het gevoel hebben als we erin kijken dat er weer een balayage in zit. Maar ik neem jullie nu even mee terug naar het begin van het verhaal. Want ik ben begonnen met het tonen van het haar. Weet u nog aan het begin van de e-learning? Als we nu kritisch gaan kijken. En ik kam hem even een beetje naar beneden. Even kijken welk lokje kan ik goed pakken. Deze. Als we kritisch gaan kijken. Dan is dat eerste stukje. Ik hoop dat ik het goed in beeld kan brengen. Ik zal hem even doorkammen. Dan kunnen jullie het zien. Dan is dat eerste stukje is een beetje oranje. Maar dat komt natuurlijk omdat die blondeer de verf heeft geraakt. En dan de punt is wat geler. Als ik dus dit wil gaan tonen, dan kan dat niet met één toner. En ik zal er twee klaar moeten maken. Nou, wat is nu de complementaire kleur van oranje? Dat is blauw. Dus ik heb een toner nodig met wat blauw. Wat is de complementaire kleur van geel? Dat is violet. Dus voor de lengtepunten heb ik een violet nodig. Dus het is heel simpel. Ja, en ik pak even de kiskaart erbij, want daar werk ik altijd mee. Maar jullie kunnen daar je eigen formule op aanpassen. Of met je eigen merk werken. Maar nu is het heel simpel. Ik ga kijken op de 8 of bij de A-hoogte. Daar laat ik hem doorlopen. Daar zit blauw pigment in. Dus in de A-serie moet ik het eerste stukje gaan tonen. Kijk ik dan naar het violette. En dat staat er dan weer tegenover. Dan heb ik natuurlijk weer een kleur nodig waar violet in zit. Het eerste stukje zit ongeveer op een kleurhoogte 8. Het laatste stuk, nou, ik kan echt wel zeggen als ik hem droog, zit hij echt wel op een 10. Je kan nooit lichter tonen dan je basis. Dus als ik dit ga tonen, dan pak ik even deze kleur erbij. Dan kies ik voor het tussenstukje. Een 8A, want daar zit blauw in, die heb ik nodig. Maar voor de lengtepunten kies ik een 10V. Want daar zit die violet in, want die heb ik weer nodig voor die gele punt. Nou, dan hetzelfde. Je kan het ook bijvoorbeeld met je plankje doen, ook met die tandjes. Het eerste stukje zet je in met de 8A en dan laat je hem mooi doorlopen naar de 10V. Dat je ook mooi in elkaar laat overblenden. Maar wat we op dit moment ook heel veel zien, is toch wel dat er wat warmte, wat meer diepte in zit. Dus die wil ik jullie laten zien, want dan is die ook vergelijkbaar aan de foto waar ik mee begonnen ben toen ik de e-learning aankondigde. Ik wil hem dus ietsje warmer maken. Maar dan nu moet ik hem ook weer
voorpigmenteren, want die punten die zijn helemaal leeg. Niet zozeer dat tussenstukje, maar die punten. En je wil natuurlijk de kleuren zo lang mogelijk houdbaar geven. Of houdbaarheid geven. Ik ga het nu voorpigmenteren met de Glam Wash. Dat is een kleurshampoo. Die is heel makkelijk aan te brengen aan de wastafel. 2 minuutjes in laten werken, uitspoelen en ik kan direct eroverheen kleuren. Want wat wil ik namelijk gaan maken? Ik wil een wat warmere, wat diepere tint wil ik hebben. Maar dan pak ik de 09K. Maar die vind ik zelf, vind ik die te leeg. Maar dan pak ik 2 delen van en dan 1 deel 06E. Zodat er echt wel die 9 dominerend is. Maar die 6 heb ik dan net even wat nodig om wat meer diepte in te werken. Maar voordat ik dit wil gaan doen, zal ik het eerst even moeten voorpigmenteren. En dan neem ik jullie nou mee naartoe. Nou, jullie zien de hand van Tyson weer in beeld. Tyson komt weer een handje helpen. Ik pak even de Glam Wash. En ik ga op een kleurhoogte... 7 zitten, want ik meng natuurlijk de 9 met de 6. En dan heb ik natuurlijk een koperpigment nodig. Nou, ik gebruik de Abricot. Dat is een kleurshampoo met heel veel oranje pigment. Het is wel zo, hoe meer shampoo ik gebruik, hoe intensiever dat die wordt. Kijk, en dan zie je al gelijk wat er gebeurt. Hij wordt oranje. Ik ben hem gelijk aan het voortpigmenteren. Goed verdelen, altijd aanbrengen op handdoek droog haar. En deze shampoo die is zo intens. Zou ik heel het haar vol zetten op droog haar, nou, dan is ze ook echt helemaal oranje is ze gekleurd. Maar even goed masseren. Nou, voor degenen die met een ander merk werken, jullie hebben ook denk ik wel iets waar jullie mee kunnen voorpigmenteren. Nekje meenemen. Kan je eens even op de kop draaien, Tyson? Kijk. Nou, bij een klant kunnen we dat niet, hè? Maar bij zo'n dollard kunnen we dat wel. Zorgen dat het overal goed zit. Goed verdelen. Ja, draai maar weer om. Dat zou toch makkelijk zijn als we dat met de klant ook in de salon konden doen. Dat we zeiden, nou, ga je knie zitten, hup, voorover. Zo. Nou, die laat ik nu 2 minuutjes inwerken. In die tijd kan ik mijn kleur klaarmaken. Nou, die kleur die gaat bij mij in een flacon, dus die is heel makkelijk aan de wastafel is die in te zetten. Maar jullie mogen hem tonen waar dat je mee wilt tonen. Hè? Ik wil alleen zeggen dat we nu de herfst, winter, wat ik in de eerdere aangaf, in de eerdere e-learning, dat die beige tinten terugkomen. Maar he, ook zeer zeker een balayage met wat warmte erin in de lengtepunten, die zien we ook. Dus daarom wil ik die nou op deze manier wil ik die meenemen. Maar mooi toch, dat we al deze technieken gewoon op 1 dollar kunnen uitvoeren. Zo. Nou, even 2 minuten inmerken. Dan ga ik hem uitspoelen en dan ga ik hem tonen. Nou, jullie zien het. Hij is al gelijk voorgepigmenteerd. Een hele snelle manier. Maar nou kreeg ik dus, van de week kreeg ik ook de vraag van iemand, hoe bind jij altijd die handdoeken bij een klant om? Want als ik bij een filmpje maak met een model, dan bind ik altijd de handdoek erom. En ik laat hem nu even zien, voor degenen die hem willen zien. Ik heb mijn handdoek, die sla ik om. Kijk, dus dan heb ik hem zo, heb ik hem omgeslagen. En dan op 2/3 zet ik hem vast zo met mijn hand op de voorhoofd. Dan klap ik hem in de nek. Dan het gedeelte wat ik over heb, dat klap ik door. Dat gaat over mijn hand, dus dan heb ik nu de onderkant beide vast. Dan draai ik deze ook weer door. En als ik dan die punt heb, die kan ik dan weer makkelijk... Ja, zo'n dolhead is wat kleiner als een mensenhoofd, dus ik draai hem een beetje op. En dan douw ik hem ertussen. Tussen die voorste rand die ik heb gecreëerd. En dan kan je op deze manier, kan je heel mooi je handdoek bij je klant, kan je ombinden. Dus dan kan ze op die manier naar de wastafel of naar de kaptafel en dan drupt het niet. Dus dan kan het haar zo drogen in de handdoek. Oké, maar vanuit hier ga ik dus nu de spoeling opzetten. Dat doe ik weer met mijn flacon. Ik gebruik daarvoor de 06E met de 09K. Maar ik laat wel de 9 laat ik wel overheersen. En dan zijn we zo klaar. Maar voor jullie toont het met de kleur. Zoals je denkt dat het bij jou in de salon het beste of het meeste voorkomt.
He, wil je dat aanzetje dan, wat een beetje warm is, met een blauw tint doen en de lengtepunten met een violet tint, prima. Wil je mij kopiëren, hartstikke goed. Daar ben je gewoon helemaal vrij in. Nou, nu is het weer heel makkelijk, gewoon scheidingsgewijs de kleur opzetten. Nou, hij zal niets doen op de aanzet, want die is veel donkerder dan de lengtepunten. Maar dan krijgen we straks een heel mooi zacht eindresultaat. En dan is het eigenlijk het einde van de e-learning 3. Ja, we moeten hem natuurlijk nog wel eventjes feunen. Ik ga hem deze keer trouwens in de krullen doen. Ik heb de andere keren natuurlijk de eerste keer met de krultang, de tweede keer met steltang. En nu ga ik hem met een diffuser ga ik hem in de krullen feunen en daarna zal ik hem echt wel eventjes met een krultang mooi bijwerken. Maar dat zien jullie zo dadelijk allemaal. Ik laat deze even 20 minuten inwerken, spoel ik hem uit en dan ga ik feunen. Nou, jullie kunnen het zien. Ik heb een ander outfitje aan. De nacht is er bij mij dus overheen gegaan. Maar wat heb ik nog gedaan? Want dan ben ik eigenlijk vergeten om op de film te zetten. Toen mijn dolhead vochtig was, heb ik de twister erin gedaan. Dat is een krullencreme, een zachte krullencreme. Maar die echt wel bounce en veerkracht weer geeft aan krullen. Nou, dat kan je hier ook zien. Het is gewoon een hele mooie losse krullen is geworden. Maar ik wil hem wel eventjes iets meer aanzetten met mijn krultang. Voor nog een extra mooi resultaat. Maar als ik zo met mijn handen erdoor ga, dan kan je dus zien. Oh, even een beetje draaien. Dan we echt die balayage, die diepte, die hebben we er weer in gemaakt. Want dat is hetgene met een balayage. Hè? Dat je echt wel weer die donkere aanzet krijgt. Dat er weer schaduwen inkomen en dat die mooi doorloopt in de rest. Ik heb er dus voor gekozen hè, om de lengtepunten op deze manier te tonen. Omdat we dat ook wel herfst-winter, dat we dat nu zien. Maar misschien aan jezelf heb je hem blond getoond. En let er dan ook op wat ik al eerder aangaf. Dat je het oranje stukje met een blauw pigment doet tonen en de lengtepunten met een violet pigment daar waar het geel is. Nou, ik ga een Ocean 5 spray, dat is een beach spray, ga ik er overheen sprayen. Omdat ik toch wel een beetje een crunchy krul wil creëren. En dan ga ik met een wat kleinere krultang. Met deze ga ik gewoon los uit de hand ga ik wat krullen er extra in aanbrengen. Dat ik hem nog net wel eventjes iets meer geef als wat er nu in zit. Zoals je kan zien, er zit geen clip op. Ik ga hem dus met mijn hand ga ik hem eromheen draaien. Nou, ik heb bovenop wat Ocean 5 spray heb ik al gespreid. Daar heb ik natuurlijk de bovenkant van het haar heb ik te pakken. Maar als ik hieronder ga werken, dan zal ik daar ook nog wat spray aanbrengen. Wel een beetje met afstand, zodat wanneer het op het haar aankomt, dat het gelijk indroogt, dat het niet helemaal nat is. Nou, en dan ga ik dus gewoon spelen met mijn krullen. Ik neem random, neem ik gewoon wat passés neem ik op. En als het punt wat steiler is, dat is geen probleem. Kijk, ik hou het puntje hou ik vast. Ik laat wel mijn krultang naar beneden wijzen, dat de krul ook wel naar beneden valt. Ik laat even de hitte, laat ik zijn werk doen. En dan laat ik hem zo afkoelen. Nou, de eerste heb ik naar achteren ingedraaid. Ik zal even een beetje draaien. Ik wil dat die krullen allemaal een beetje met elkaar gaan botsen. Dus deze, die zal ik weer naar voren indraaien. Puntje hou je vast met je vingers. Je kan er ook voor kiezen om hem echt wel wat steiler te laten, dat je meer lengte eruit laat. Ook dat is helemaal geheel aan jezelf. En op deze manier ga ik de dolhead helemaal rond. Nou, ik heb het haar nu helemaal gedaan met de krultangtechniek. Wat ik nu doe is nog een klein beetje extra glans met de Glam Shine breng ik aan. En nou, we weten allemaal, de regel is natuurlijk met krullen dat je het niet gaat doorborstelen. Dus wat ik nu ga doen is gewoon puur de krullen wat losser maken, want anders zou het allemaal heel stijfjes zijn. Dat doe ik met die Glam Shine. Ik ga er grof met mijn vingers ga ik er doorheen. En dan, nou ja, normaal gesproken heb je een spiegel voor je neus, dat je het even goed in model kan brengen. Maar ik heb daar een klein cameraatje, heb ik daarboven. Maar dan breng ik het gewoon los met mijn handen, met mijn vingers, breng ik het in model. Nou, ik pak even deze spiegel
van hiernaast pak ik erbij. Kijk, want dan heb ik iets duidelijker beeld. Kan ik het iets meer, kan ik het uitwerken. Dus het is niet de bedoeling dat je heel de krullen los gaat maken. Nou, dan vind ik het wel leuk dat één kant, even kijken, nou hier. Ik vind het wel leuk dat deze kant, dat die iets of wat naar achteren zit. Dan kan je ook mooi de kleurschakering die we erin gemaakt hebben, zie je dan naar voren komen. Dus ik ga er nu wel met een kammetje in het eerste gedeelte, maar het is ook een kammetje met grove tanden. En dan zet ik net even hier een schuifspeldje zet ik erin. Als je met schuifspeldjes werkt, niet meer je tanden openmaken. Want dat gebeurt ook nog steeds. Dus ik zet er een schuifje in. Ik zet er eentje, zet ik er haaks op. Oh, daar gaan we een donutje. Even kijken. Zo. Kijk, dus dan kruisen ze elkaar. Dus dan weet ik zeker dat ze ook goed blijven zitten. En dan bedek ik het weer met een klein beetje haar. Die moet daarheen. Even kijken, dan moet deze heen. Deze die mag nog wel een beetje los naar achteren. Dus het enige wat ik nou doe is gewoon een beetje vormgeven. Die mag nog daar. Oh. Ja, ik vind het wel eens makkelijk om mijn schuifspeldjes in een donut te stoppen. Dat ze gewoon blijven hangen. En daar. En zo. Even hier nog een beetje losmaken. Ja, het is nou gewoon boetseren met haar wat ik doe. Hè. Ik draai hem weer terug. Kijk, nou en dan om nog verder af te werken. Blijf ik wel in mijn Ocean 5 spray blijf ik doorgaan. Kijk. Nou, en dan is dit het eindresultaat van terug naar de balayage wat we gedaan hebben. Misschien van jullie hebben hem blond gelaten. Nou, ik heb hem dan wat warmer, heb ik hem ingekleurd. Maar ja, dit was dan e-learning 3. Wat we nu gaan doen is hard nadenken, want we weten dat we nog een extra lockdown eraan vastgeplakt krijgen. Is of we doorgaan met de e-learning of niet. Dus daar zijn we nog een beetje over bezig. Ik denk wel dat het doorgaat, maar nou ja, anders laat een reactie weten of je het wel of niet wil. Want het is wel zo dat we dan door moeten gaan op een nieuwe dolhead. Want deze dolhead is nou al zo vaak geblondeerd en gekleurd. Een keer nog een keer blonderen, dat kan hij niet meer aan. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie van deze 3 e-learnings genoten hebben. Dat het allemaal lekkere technieken zijn die je zo dadelijk in de salon weer mag gebruiken. Wanneer dat we weer open mogen gaan. En ik zou zeggen, nou ja, wie weet tot de volgende e-learning. Dikke kus van mij.